Don't mind if you do, boo-boo. That's what I like. That's what I like. It's giving what I wanted to give. As you guys see, I'm back with another vlog. Back with another movie vlog. Gelukkig nieuwjaar. Het is echt zo letterlijk de 24e van januari. En het is echt de eerste keer dat ik ga vloggen in het jaar. I've been going at it. Maar zoals je kunt zien heb ik nieuw haar. Mijn wimpers zijn goed, savakjes. They could use a refill, maar we hebben morgen een afspraak. En ik heb echt zoiets van, het is bijna februari. Ik had kei wat plannen voor dit jaar. Er is echt geen bad energy dat mij gaat fokken. In de loop van deze week ga ik ook een video maken daarover. Dus ik ga het daar allemaal zo een beetje meer... En ik ga het daar allemaal een beetje beter uitleggen. Maar weet gewoon, sinds kerstmis heb ik niet echt meer echt gevlogd. En daarom ook dat het bijna februari is en dat die kerstmisvlog nog niet online staat. Lang verhaal, komt allemaal in die video. Ook als je die informatie wilt van deze haar, ik heb daar een hair review van gemaakt. Dat zal tegen nu al online staan. Dus de link zal beneden staan. En daarin is ook een speciale link naar het haar toe. Dus als je geïnteresseerd bent om die te bestellen, alsjeblieft gebruik de link. Wees geen misgunner, alsjeblieft gebruik die link. Als wij dat deze keer goed doen, dan kunnen wij later echt korting krijgen, snap je? Dus dit is zo van een beetje een trial run. So, if you're interested, druk echt op die link. Druk erop. Al ga jij niet bestellen, druk op de link. Oké? Oké. Het is momenteel echt zo 7:15. Zoals je al had gezien heb ik mijn theetje gedronken. Ik moet straks mijn boosterprik gaan halen. Ik weet dat er heel veel valt te zeggen over boosterpriks en zo. Maar ik vind, als je mama bent, is dat anders. We gaan daar nu over praten. We gaan een kleine chit-chat daarover hebben. First off, ik ben hardcore christenen. Ik ben al de laatste om te geloven dat de wereld iets kan doen tegen mijn gezondheid. Ja, ik ga nu deze pruik voor de allereerste keer stylen. Ik denk dat dat nu perfecte tijd is, want Evan is aan het slapen. Dus ik wil dat nu doen. Ik heb nu geen speciale olie gehaald. Ik ga dat straks halen. Maar ik denk niet dat de haar gaat sterven als ik dat gewoon één keer stijl zonder zo'n speciale protectant hair, bla bla bla. Ik ben zaterdag deze stijl te gaan halen. Ik ga even de doos laten zien. Misschien kennen jullie dat. Dat is de Babyliss Pro Titanium Iron. Echt, zat dat echt enkel en alleen in deze taal? De platen in de stijltang zijn 28 mm op 110 mm. Het is een keramisch verwarmingselement. Stabiele temperaturen, gegarandeerd tot op de halve graad. En het is ook directe temperatuurherstelling. Ik ben deze echt in een haarwinkel gaan halen. Like a professional hair ding. En ik zei, ik wil een stijltang dat veel dikte aan kan en dat echt wel veel tegelijkertijd kan stijlen. Dus ze hebben mij deze aangeraden. Ik heb die gezien. Die is helle cute. Dat komt ook zo met zo'n bakje om dat dicht te houden. En deze gaat tot 230 graden. Dus very cute. Giving very much cuteness. Oké, ik ga die eerst op 190 zetten. Fuck it, ik ga die op 110 zetten. En als dat niet warm genoeg is, dan zetten we dat op een andere ding. Ik wil ook gewoon zien hoe lang het duurt om warm te worden. Dus ik heb die net aangezet, laat ons zeggen zo'n 30 seconden. Die is gewoon al warm, hè. Die is echt gewoon al warm. Don't mind if you do, boo-boo.
that's the shit I like. That's what I like. It's giving what I wanted to give. Hey, ik ga vandaag mijn boodschappenrek halen. Ik weet dat er heel veel rond gaat nu in verband met die boodschappenrek. Maar schatjes, hetzelfde dat er nu rondgaat over de boodschappenrek is hetzelfde dat er rondging over de eerste en de tweede. Dat staan we in. Nummer 2. Ik ben een mama van een kind dat nu zo echt op de leeftijd komt van we gaan op restaurant willen gaan, we gaan op reis willen gaan, we gaan echt zo, ja, dingen willen doen. Hè? Ik ga niet thuis blijven en heel de tijd stressen omdat ik zogezegd niks in mijn lichaam wil steken. Terwijl dat we elke dag bullshit in ons lichaam zijn aan het steken, want hallo, alles dat we eten is chemisch. De lucht is chemisch. Jullie zijn hier zo aan het praten over... sorry, hè? Dit is echt zo my opinion. En dat kan ook gewoon nu zijn omdat ik zoiets heb van... Ik ben echt aan het denken aan de toekomst met mijn kind. Hè? Ik wil gewoon leuke dingen kunnen doen met hem. Zonder de hele tijd zo'n zelftest te moeten nemen. Ja, oké, die boosterprik. Ja, je kunt steeds corona krijgen, blablabla. Maar ik doe dat niet daarom. Ten eerste, ik ben niet bang van corona. Ten tweede, ik ben daar gewoon niet bang van. Sorry. Ik heb echt al een paar dingetjes meegemaakt in verband met corona, waardoor dat ik echt zoiets heb van, ik ben niet bang van jullie bitches. Ik heb echt zoiets van, sorry, maar ik ga mijn leven niet laten afhangen van een stomme prik dat wij uiteindelijk toch gaan moeten nemen. En ik denk dat ik echt niet bang ben van dat, omdat ik ook niet geloof dat zij gaan bepalen wanneer ik sterf. Ik ben hardcore christenen. If you know, then you know. If you don't know, then... Welkom. Ik kan soms wel hypocriet zijn, ja, zoals elk mens op deze aarde. Maar één ding staat vast. En dat is, ga sterven wanneer dat God dat wilt. Niet wanneer dat mens dat wilt. Oké, ik ga eens zien of dat deze hele pluk dat ik heb genomen, which is a lot. Of dat ik dat in 2 keer kan stellen. Mensen hopen sowieso al slechte dingen voor veel mensen. Maar het is niet omdat zij dat wensen, dat dat zal gebeuren. Alles gebeurt met een reden en alles gebeurt op God zijn tijd. Dat zijn 2 dingen waar ik zo heel hard in geloof. En er is niks of niemand die mij niks anders kan vertellen. Ja, man. This is the real deal. En er is niks of niemand die mij iets anders kan vertellen dan dat. Ik geloof daar echt in, snap je? Dus ik ga die vaccinatie nemen. 1, omdat ik wil leven. 2, omdat... We gaan allemaal moeten nemen. En als we dat voor niks hebben genomen, Eva, dan is dat zo. Maar ik ga niet toch geen vaccinatie gaan nemen. En dan eindstand moet ik zo valse dingen gaan maken en zo. Gewoon om op restaurant te kunnen gaan en shit. Ik weet dat mensen nu ook zijn aan het zeggen van ja, je hebt veel side effects en bla bla bla. Dan zeiden ze ook over de andere, hè? Over de eerste en de tweede. Ik heb niks gehad. Ik heb zelfs een vlog gemaakt over die vaccinatie, dat ik die ben gaan nemen. Maar ik heb die uiteindelijk niet geplaatst, want ja. Ik heb heel veel video's dat ik heb gemaakt en niet heb geplaatst in de tijd. Want Evan was jong en zo. En ja, ik had last aan mijn arm. Ik heb echt gewoon mijn weak spot gevonden. Ik heb krop gedaan en ik had niks last meer. Hè. Ik heb ook gewoon zoiets van, hey, my friend, black don't crack. Sorry, man. Als je, if you try and do evil towards people, evil, it will not work. Dat zal even werken, hè, maar daarna werkt dat niet. En ik heb echt zoiets van, sorry, hè. Als jullie iets of wat zijn aan het proberen tegen mijn soort, dat gaat niet lukken, sorry. Jullie zijn al zo lang aan het proberen. Will you not give up? You guys. Zijn jullie aan het zien hoe snel dat hij is aan het stijlen met deze stijltank? Oeh. I'm liking this. Daarom dat ik eigenlijk echt zo niet echt... Allee, ik ben niet aan het stressen om deze vaccinatie gedoe, man. Het kan heel goed zijn, maar ik ga ook gewoon met de gedachte van... God is mijn beschermer. Ja, ik zou ook kunnen denken, oh, als God je beschermer is, waarom zou je de vaccinatie nemen? Ik ben niet bang van COVID. Ik wil gewoon kunnen leven. Laat ons zeggen, als 90% van de mensen zijn gevaccineerd, is zeker 70% van die 90% gevaccineerd, niet omdat ze bang zijn van COVID, maar omdat ze willen leven. Ze willen gewoon nog kunnen doen wat ze moeten doen. Snap je? Ik ben een van die 70%. Ik wil gewoon kunnen doen wat ik moet kunnen doen. Ik weet, er is ook een optie van... voordat je vertrekt, die dag een zelftest doen. Jonge dame, do I look like I'm finna do that? Because I'm not the one.
De laatste keer dat ik de COVID-test heb genomen, was elke keer dat ik naar het ziekenhuis moest. Voor de zwangerschappen. Ik haat die COVID-test. Er zit nu niemand in mijn buik. Zover ik weet. Dus ik ga die COVID-test echt niet blijven doen. Zo. Sorry. Dus ja, ik moet straks mijn COVID-test gaan nemen. Ook al wil ik dat echt niet. I'm gonna just do it because I want to live. I just want to live my life the way I want to live it. En als dat gaat helpen, als die mij met rust gaan laten, als ik die stomme test neem, ja, dan gaan we die stomme test nemen, zodat die mij met rust laten. Laat mij gewoon doen, hè. Je gaat mij niet komen storen met je COVID-schmovid-dinges. Kei goede stijltime, by the way. Maar ja, ik hoef dat niet te zeggen, want jullie zien zelf hoe snel dat is aan het stijlen. En nu ben ik echt aan het hopen dat de haar, die haarstijl kan houden. Alleen kan ik daar zo mee slapen en douchen en zo. Want dan weet ik van ja, ik ga elke dag gewoon snel moeten doen en dan ben ik er vanaf. Wacht hè, het is altijd hè, ligt dat aan de haar? Ja, denk ik. Maar het is altijd zo één deel dat zo echt niet wilt krullen. Allee, zo die, dat krult er zo niet uit. It's giving. It's giving. Ja, dat is veel beter hè. Oké, ik ga gewoon even deze kant ook laten zien, dat je zo het verschil ziet hè, van de golven. Niet vergeten, deze is in een vlecht geweest. Hè. Oh my god, ik hoop echt dat dat zo blijft als ik ga douchen straks, want ik heb nog niet gedoucht. En nu is dat wel echt tot aan mijn gat. Volgende kant. Maar ja, wat vinden jullie van die COVID-gedoe? Die moeten mij na deze boosterprik echt wel zo een paar maanden even met rust laten. Want ik heb gehoord dat die ook zo nog boosterprikken willen nemen en zo. En ik heb echt zoiets van, ciao. Ik ga niet liegen, zolang dat die dat niet aan Evan vragen, ben ik ook niet. We zijn net terug van de vaccinatiecentrum. Allee, net terug, ja. Laat ons zeggen 2 uurtjes. Evan is aan het slapen. We hebben net gegeten. We hebben lasagne gegeten. Het was lekker. Ik heb de prik hier gekregen, maar ik heb die pleister weggehaald. Dat is gewoon een reminder dat die nog steeds een beetje controle hebben over mij. En ik zou dat gewoon liefst van al gewoon direct vergeten. Dus ik ben thuisgekomen, ik heb dat direct weggehaald. Want you don't even see this. Bro, oh my god. Anyways, ik moet ook even zo terugwennen dat ik niet meer naar de camera mag kijken. Because my hair is just so cute. Oké, maar bij. Ja, Evan is echt een stevige slaper. Daarom ben ik zo luid ook. Maar ik ga nu gewoon even opruimen. En dan daarna wil ik naar de car-out gaan. Maar ik ga wachten tot in dat... Nee, ik moet dat echt wel nu doen, hè. Ik ga wachten tot Evan wakker wordt. Dan gaan we naar de car-out. Ik wil ook naar de kruidvat gaan, maar ik ga liefst naar die van Sint-Gilles. Want die is altijd zo keiproper. Dus dan gaan we naar daar. En dan gaan we naar mijn mama. Morgen gaat Evan eindelijk terug naar school. Als je de Chicha Get Ready With Me bekijkt, dan gaat je beseffen wat ik bedoel met eindelijk. Maar ik wil dat zo nu niet in de vlog zetten, want ik praat veel. En dat gaat het dan niet meer langer maken. Ik ben keikuw naar daar gaan. I'm not gonna lie. I was looking like a real snake. En dan heb ik zo'n meisje gezien dat ik vroeger blijkbaar kende. Maar ik herkende haar gewoon niet. Hè. Dat is kei erg. Ik herkende haar gewoon niet. Ik wist helemaal niet wie dat zij was. Ik had geen flauw idee. Maar blijkbaar herkende zij mij wel. En dat was heel awkward. Ik heb gewoon gedaan alsof ik haar kende. Want ik ben zeker dat zij mij wel kent. Want zij weet waar ik vroeger woonde en zo. Maar ik heb geen flauw. Is dat erg dat ik gewoon heb gedaan zodat ik haar kende? I don't know, want ik wou haar zo niet... Ik wou haar niet slecht laten voelen. Snap je? I don't know, I'm really that type of person, echt, hè? Oké. Ja, ik ga gewoon opruimen, hè. Pardon. Oh, damn. Ja, ik heb kaas gegeten, dat is echt daarom. Dan ben ik zo boeren te laten en van alles en nog wat. Eerlijk gezegd, ik heb deze camera genomen omdat ik niet echt wil kuisen. Maar ik moet kuisen. Laat ons zeggen dat ik nu nog zo een kwartiertje... Nee, laat ons zeggen dat ik 1 aflevering van de Mentalist ga zien. En dan gaan we beginnen kuisen. Oh my god. Ik heb kaas gegeten, hè. Ik ben echt zo scheten. Ik ben lactose intolerant, by the way.
Okay, let's go. Oh, damn. I was really trying to be cute. Okay, dus het is eigenlijk in de avond. Het is momenteel 8 uur, geloof ik. We zijn naar mijn mama gegaan. Evan heeft zijn pyjama aan. Hij is nu in zijn kamer lekker aan het spelen. Dat is zo echt wel zo de routine. Ik laat hem eerst even zo spelen. Ik ga straks zijn eten geven. Ja, ik ben even naar de kruidvat geweest om heat protectant te halen. Dus ik ga straks of morgen laten zien welke dat ik heb gehaald. Morgen gaat Evan naar school, dus hij moet nu wel vroegjes in zijn bed gaan. Want ja, ik breng hem meestal naar school tegen 9:30. Dat is laat, hè? Maar hij wordt natuurlijk wel vroeger wakker. Ik weet niet dat hij zo moe is. Snap je? Ik heb even zo een goede dut genomen. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar ik ben echt wel een beetje moe eigenlijk. Dus ja, ik ben nu zijn eten aan het maken. Oh my god, ik heb dat verkeerd gemaakt vandaag. Wat is dat met mij? Ik zeg het u, ik ben zo moe en dan ben ik zo domme dingen te doen, hè? Zoals eerst de poeder indoen voordat ik de melk in de microgolf heb gedaan. Dat is zo van die fouten die ik zo normaal nooit zou maken. De vorige keren dat ik de test heb gedaan, had ik niks last. Nu, mijn lichaam zei, ga op de zetel liggen. Ik ga slapen. Ik heb echt zo geslapen. Zo. Ja, echt. What can you do? Nothing. Ben je de enige ijseter? Dat kan niet, hè. Ik ben zo blij. Ik ben er straks tot even in bed ligt. Dan ga ik zo al alles klaarmaken voor morgen. Want morgen ga ik eindelijk voor de eerste keer in 2022 naar fitness. En ik ben kei blij. Tot morgen eigenlijk. Voor de rest van de avond ga ik niks meer doen. Oh my god, het is zo koud. Oh my god. Oké, dus het is de volgende dag. Als je lawaai hoort, is dat de verwarming. Oh my god, ik ben zo blij. Evan gaat terug naar school vandaag. Evan is hier. Ik heb hem goed ingepakt, want het is kei koud. Het is 8 uur. Nee, het is net 9 uur. Ietsjes na 9. Zo'n paar minuten na 9. Ik ben echt al zo sinds 5:30 wakker. Dus ik ben wel blij, want dat betekent dat ik zo terug op schema ben aan het komen. Ik ga eerst naar de fitness vandaag. En dan nadien gaan we mijn wimpers doen. I'm excited for today. Voor de simpele reden, omdat ik gewoon keigoed bezig ben. En een goede start van de dag is heel belangrijk voor mij. Want ik weet niet hoe dat is voor andere mensen. Maar als mijn dag niet goed start, klaar. Dat wil ik wil niks horen, ik wil niks weten. Niet tegen mij praten, want mijn dag is gewoon kapot. Maar vandaag is dat niet. Dus dat maakt me wel blij. Het is echt ijskoud, man. Ik weet echt niet wat ik was aan het denken om gewoon een bodywarmer aan te doen. Zo gezegd, ik ben cute en zo. Dat is dus niet waar, hè. Het is keikoud. Ik weet niet hoe dat mensen dat doen. I'm too sexy for this chain. Too sexy for your game. Too sexy for this fame. Yeah, yeah. I'm too sexy for the trap. Too sexy for that cap. Too sexy for that jack. Yeah, yeah. Oké, dus we zijn verderop in de dag. Het is momenteel bijna 2:30. Ik ga nu mijn wimpers bijwerken. Ik ben kei laat. Kei vervelend. Want ik moest daar om 2:30 zijn. Ik ben nu onderweg. Ik zie ook gewoon zo villen aankomen en zo. Dus ik ben echt zo. Ja, ik ben laat. Ik haat dat echt. Maar ik ben laat. Ik had echt geen zin in de fitness. Ik ga niet liegen. Ik had echt geen zin. Ik wou gewoon weggaan. Maar mijn beste vriendin Pooja heeft me echt al zo. Echt. Ja, ze heeft me echt al zo gepusht. Ze is aan de lijn, by the way. Ze heeft me echt gepusht om toch verder te doen. En ik ben echt blij. Want vanaf dat ik dan zo uit de fitness kwam, was ik zo van ja, ik heb dat goed gedaan. Ik denk dat ik zo een beetje te hard ben gegaan. Ik ga niet liegen. Ik denk dat ik zo een beetje te hard ben gegaan. Dat ik wel echt stijf ga zijn morgen. Maar dat is live. Niks aan te doen. Dat is live. Oké. So I look amazing. Irene is here. Yes, I'm going to do it. The magician is here. We're going to make it happen. Yeah. All the magic. Like she always does. Ze heeft mij net verteld dat het een nieuwe methode is. Ja, en zometeen ga ik ook nog extra tape over haar wimpers doen, zodat de andere wimpers goed doorkomen. It's going to have a weird feeling, maar het gaat helemaal goed komen. Fine. I'm ready. Ik ga echt wel proberen om een montage te maken. Zo wat muziek eronder en zo. Maar als dat niet lukt, dan begrijpen jullie waarom. Oké. Talk to me, even when you're not around. I feel you, boy. I feel you, boy. Take up the love. Good morning, you guys. Good morning, guys.
vanochtend. Ik had echt al van de vlog gewacht, dat is kei tof. We waren zo oldschool music aan het luisteren met iedereen. Allee, dus mijn mama, ik, mijn zusjes en Evan. En we waren allemaal zo aan het dansen en Evan begon zo mee te dansen. Ik had dat echt moeten vloggen. Maar kent je dat als jij zo echt zo in the moment bent, dat je dat gewoon niet doet? I know. Ik zou dat normaal echt moeten veranderen, hè? Maar it is what it is. Ik ben ook mijn wimpers gaan doen. De belichting is not giving it justice. Dus nu opletten. Jullie gaan straks zien dat het er echt werkelijk uitziet. Wanneer ik er echt zo fatsoenlijk uitzie. En wanneer het licht een beetje beter is. Want nu... It's giving very much vraagtekens. Ik ga vandaag aardbeidthee drinken. Vandaag hebben we wel een leuke planning, want we gaan met mijn beste vriendin Pooja ergens studeren. We weten nog niet waar. We hadden zo van die studentenplaatsen gevonden om te studeren, maar bij sommigen moet je echt zo zwijgen. Zo van, je mocht echt niks zeggen tegen elkaar. Dus we gaan een plek zoeken en we gaan zien hoe dat wij dat kunnen doen. Ik persoonlijk heb al een plaats waar wij dat zouden kunnen doen. Dat is echt zo kei random, maar dat is daar altijd rustig. Dat is zo lang geleden. De laatste keer dat ik echt zo buiten ben gaan werken, was die vlog met mijn nicht Willet. Sinds die dag, hè, heb ik nooit meer zoveel werk in één keer kunnen doen. Soms, je lichaam wordt daar gewoon beu om telkens dezelfde vier muren te zien. Wat ik jou dan zou aanraden, is gewoon naar buiten gaan. Ga studeren, ga naar een studentencafé. Snap je? Dat moedigt je aan om door te zetten. Puur omdat je iedereen anders ziet doorzetten. Je hebt geen keuze dan door te zetten. Snap je? Het is dus 's ochtends en ik zal wat tips aan het uitgeven. Wat doe je? Ja, ik ga mij gewoon klaarmaken. En dan zien we elkaar stjakjes. Oké, dus het is verderop in de nacht. Het is letterlijk 11:40. Ik ben nog niet aan het slapen, ik weet het. Ik ga nog altijd om 5:30 opstaan hoor. Maar ja, ik ben een beetje lui. Ik wil mij even verontschuldigen voor de slechte footage. Maar ik ben vloggen gewoon even niet meer gewoon. Ik moet zo terug in mijn momentum komen. En dat zal sowieso tegen de volgende vlog beter zijn, ze. Nee, dat gaat tegen morgen beter zijn. Morgen ga ik wel echt serieus vloggen. Vanaf dat mijn hoofd zegt dat ik mijn camera moet nemen, gewoon doen. In plaats van zo naar dat stemmetje luisteren van, nee. Want ik had het net afgeleerd om dat niet te doen. En omdat ik al zo een tijdje niet meer heb gevlogd, sinds kerstmis eigenlijk. Dus een maand. Allee, dat durft zo terug te komen, snap je? Dus ik ga echt wel mijn best doen om daarop te letten vanaf morgen. Dus voor de mensen die nog steeds zijn aan het kijken naar de vlog, I appreciate you guys. Thank you. Echt, dank u echt. Want it's not giving. Ik ben deze vlog nog niet aan het editen, maar ik weet, it's not giving. It's not enough footage. De muziekjes zijn heel kort. Ik weet dat gewoon. Want ik heb amper mijn camera echt wel zo goed aangeraakt, snap je? Maar ja, het is vandaag heel leuk. Ik wil zo graag eigenlijk een video met haar maken, maar ik weet dat zij is echt zo geen camerapersoon. Zij is niet eens een Insta-persoon. Maar we hebben echt een ziek verhaal waarom dat zij mijn beste vriendin is. Ik vind, als ik zo beste vriendin zeg, is dat eigenlijk echt een verkeerd woord, want wij zijn echt wel zo dieper als dat. Ze is echt gewoon mijn eerste zus. Ik ben vrij zeker dat Kisha ook gewoon kan zeggen van ja, zij is zoals mijn zus, echt letterlijk. Het was heel gezellig, we hebben echt wel een leuke tijd gehad. Ik had haar eigenlijk voor morgen een hele leuke planning gemaakt. Dus overdag ging ik normaal een oude klasgenoot van mij zien. Zij zat samen met mij op een make-up school, waar ik ben afgestudeerd, MUT. Maar zij heeft COVID. So we not seeing each other. For some time. I won't play with that. En dan in de avond, daarnet, werd ik gebeld door een hele goede vriend van mij. En hij had mij uitgenodigd naar een shisha lounge. En dan nadien gingen wij naar de studio gaan, want hij is een zanger. Maar het is donderdag, hè. En ik heb een zoon. En ik ben een verantwoordelijke moeder. Mij zie je niet doorheen de week. In het weekend, oké, ça va, dat kan ik nog fixen. Maar doorheen de week... It ain't gonna happen. Maar natuurlijk, hij begreep dat. En dan zaterdag... komt een vriendin van mij. Ook een supergoeie vriendin van mij. Echt mijn douchie. Dus de vlog wordt toch leuk. Als je zo bijna bij het stukje waart van... ik denk dat ik ga wegklikken. Niet doen. Want nu wordt het tof. I promise you. Echt waar. Mijn huid ziet er keigoed uit. Hè? Of ben ik gewoon aan het hallucineren? Ik ben nu mijn interior designing video's aan het kijken. Ja, ik moet echt gaan slapen eigenlijk. Hè?
Ik ga gewoon deze nog afkijken en ik ga slapen. Ik moet stoppen met tateren. Ik ben al 8-9 minuten aan het praten. Go to the Drake. Fuck it, I'm making them pay. It's high, but niggas won't take it. Hey, I'm having my way. Said I ain't having this way. Quay, I ain't having this way. And I'll be getting this. Go to the Drake. What else are they gonna play? It's high, but niggas won't take it. Hey, I'm having my way. Said I ain't having this way. Quay, I ain't having this way. And like the third me go out. I just ain't fell in love cause I'm way too awake. And she try fucking a rapper to break up my heart, but my heart doesn't break. Soon as I link with these niggas, they feelings are written all over their face. What? Okay, great. I'm in the back room with Wally's. I spent 30,000 on somebody's grapes. Leading in so many pull-ups on niggas, no wonder we getting in shape. Too busy backing my words up, but actions to ever go front of you. Het is verderop in de dag. Maar dit is gewoon niet oké. Ik voel mij zo slap. Ik weet niet hoe dat komt. Ik ben wel naar de gym gegaan de dagen dat ik naar de gym moest gaan. Maar voor de rest ben ik echt zo heel heel de tijd, snap je? En dat is echt niet tof. Ik moest vandaag eigenlijk gewoon kuisen. Want dat moest ik gisteren doen, maar gisteren heb ik heel de dag geslapen. Ik ben verdomme teruggekomen van de gym en ik ben weer al verdomme op die stomme goede zetel van mij gaan zitten. En natuurlijk was ik weer al te moe om eruit te komen. Dus ik heb weer al niks gedaan. Maar dat moet echt wel vandaag af zijn, want ik heb morgen ook een hele planning dat sowieso gedaan moet doen. Allee, dat gewoon af moet. Ik ga nu even halen, want het is echt al tijd om hem te gaan halen nu. Maar ik heb er zo goed over nagedacht en eigenlijk is dat iets heel goed. Want normaal gezien, ik ben echt al zo die soort mama als ik bij Evan ben. Thuis niet, terwijl hij er is, ik luister zoals hij gaat slapen of snapte. Of naar school gaan. Maar ik heb erover nagedacht en eigenlijk moet hij dat wel leren. Ik bedoel, hij is een jaar, hij kan zo goed als alles. Dus ik vind dat hij wel moet leren en moet beseffen van ja, mama is een mama. Mama is een mens. Het leven is niet enkel en alleen spelen. En voordat hij zo inziet van ja, je moet productief zijn in het leven. De vroeger dat hij mij bezig ziet zijn met bepaalde dingen, de beter dat hij gaat beseffen dat hij dat ook gaat moeten doen in de toekomst. Ik had eigenlijk nog tijd om te beginnen kuisen en opruimen en zo. Maar ik heb erover nagedacht en ik wil dat hij dat blijft zien. Want doorheen de tijd dat hij thuis was, moest ik dat ook gewoon allemaal doen. En deed ik dat ook gewoon. Dus ik wil dat hij dat blijft zien. Dus ik ga hem nu ophalen en dan gaan we thuis ook komen. En dan gaat hij, ja, ik ga gewoon kuisen en doen wat ik normaal moet doen. Voor hem, dat hij dan ziet. En dan ja, hè. Dus ja, ik ga hem nu ophalen. En dan kuisen. Morgen ga ik koken. Ik moet ook met mama naar de supermarkt gaan voor bepaalde dingen. Maar zo kleine dingetjes, want de meerderheid heb ik al gehaald. En dan ja, hè. Hello. Guess who's here? Hallo. Oh my god. Ik kan ziet mij niet, maar ik weet ja, hè? Jij ziet me niet, maar ik ben niet. Don't worry about that. Jij? Ja, dat ding jij ook, hè? Okay. Tuurlijk wel. Maar, ja, dat van die taxi? Ah ja, hè? Ik ben het aan het uitleggen, hè? Ja. Oh my god. Zij werd gewoon af. Maar jij kunt dat ook gewoon uitleggen, nee, hè? Because it's your situation, hè? Ze had dus een taxi genomen om bij mij te geraken. Dus als je met de taxi gaat, 2 minuten. Die taxi probeert daar gewoon af te rippen. Hij heeft een hele route genomen dat in totaal een bedrag van bijna 10 euro zou maken. Met een taxi. En? Hij is zo gratis. Je hebt toch taxichauffeurs die dat zo in hun systeem? Ja. Hij had de GPS van zijn telefoon. GPS van zijn telefoon. Van zijn telefoon. Dus afrippen. En dan had hij niet door dat ik aan het meekijken was. En ik zie ineens dat hij gewoon een andere route neemt dan de GPS. Ik zei, maar meneer, jij moest naar daar, je bent naar daar gegaan. Hij was echt zo geblokkeerd. Hij rijdt gewoon verder. Ja, echt, hij rijdt echt zo geblokkeerd. En ik zeg, maar hun, doe je dat nu voor een kortere week? Maar hij wist dat hij mij niet bestond. Ja. Dus hij zei van, ja, nee, dat is de route van de bus. Ik zeg, maar de bus gaat je toch niet de route van de bus geven?
En ah ja. Ook auto, ik weet dat ook, hè. Ja, hij was weer iets. Hij was weer aan het denken van... Ik kende ik de weg al hier niet meer, hè. Hij zei tegen hem van, hang maar meneer, ik ben hier al geweest, hè. Mijn nicht moet daar. En hij testte mij nog echt zo door te vragen van, moet ik naar daar gaan? Ik zei, nee, je moet naar daar gaan, hè. Maar dat was jij zo. Ja. Hij wou echt een hele andere weg geven. Mm-hmm. Een langere weg. Een weg dat ik neem als er file is in mijn straat, mm-hmm. zodat ik sneller graag waar ik moet. Mm-hmm. Allee, zodat ik sneller bij het station graag gewoon. Ja. Snap je? We hebben echt al veel gedaan. Zij kwam hier al aan, ze was helemaal zo. Oh my god. Mm-hmm. Maar het is gewoon net, ik kan dat niet geloven, hè? Zij is kapot lachen. Zij doet nu zo heel, heel rustig voor de camera. Mm-hmm. Maar als jij wil het kent, then you know. We hebben ook lasagne gegeten met brood. En dan, nu hebben we net ovenbroodjes gemaakt. Met, wat kaas, wat ham, maar ik kan geen kaas eten. Hè? Ja, ik ga je die hebben, maar dan heb je ham. Ja. Of zelfs droog. Wel nee, die ham gewoon voor de kilocalorieën. Morgen gaan wij Tsjetsjeense eieren maken. Yes. Ja, want... Ik heb daar ook altijd zo leuk over. Ja. Ik ga afgekaan. Dat is een omzakje. Ja. Het is geen baguette bij ham, maar die ham in baguette. Ik ben op die vlees. Mm-hmm. Ik ben echt op dat vlees. Ja. Ik weet niet waarom ik zo moeite zou doen als ik daar geen... smeerkaas of zoiets in gaan smeren. Waarom zou ik dat dan open doen? Ah, zo. Dat is gewoon een vleesje, hè. Je kunt dat gewoon ook opdoen, hè. Dat komt in je mond en dat proeft hetzelfde. Dat is wel waar. Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Nee, maar ik ga echt van. Ik ga gewoon van drin. Saida! Hey! Hello! Hello! Dus het is de volgende dag. Wij zijn onderweg naar de Albert Heijn. Ja, jullie weten hè. Ik ben daar niet gewoon om iemand mee in de auto te hebben. Nee. Dus mijn camera is altijd ingesteld op mij. Last night was fun. Ja, It was fun. Ik was echt direct in slaap gevallen. Hè? Ik ben keivroeg. Like, I was not the fuck out. You was out like a light. Ik ben de enige op mijn liefste kleur haar daar. En you was out like... Yup. Maar echt, hè. I was really Karen last night. I was like... Ik ga dat zelfs erbij. Je hebt mij gefilmd, toch? Ik ga dat erbij. Like a light. Ja, maar het was fun. We hebben een paar TikToks gemaakt. Ik heb een paar TikToks van haar onderbroken. You know, just the usual. Zaida gaat breakfast maken vandaag. Ja. So I'm really excited. Want ze heeft een andere manier van kip maken. En ik wil dat eigenlijk wel leren. It's always fun to like learn new techniques en stuff. Dus ja, en voor de rest van de dag denk ik dat we gewoon rustig gaan doen. Hè? Ja, dat wel. Gewoon rustig. Dat zal ons nog wel goed zetten hier. Ja. Een gezellige zondag. Straks ga ik even halen. Morgen hebben wij een... Ah, dat is eigenlijk het einde van de vlog. Want het is zondag. Oeh, dat duurt wel lang voor u om hier te geraken met zo'n kleine auto. Jij stond achter mij. En jij komt nu pas aan, show. Dat is wel raar.
Hij is net aangekomen, hè? Anyways. Tja, anyways. Volgende week gaat echt een leuke vlog zijn. Very busy, very busy. Ik heb ook een shoot. Oh, volgende week, okay, ja. Okay. Maar van mezelf. Okay, snap je? Van mezelf. Okay, we gaan het nog niet verklappen. Ja. We gaan het nog niet verklappen. Snap je? Ik ga nog niet veel zeggen. Mm-hmm. Maar it's gonna be lit. Oh my god. En ik heb er ook al een paar ingepland voor mezelf. Dus wij moeten ook nog een shoot inplannen. Like, abonneer. Ja. Share is caring. Sharing is caring. Yeah. People don't really care no more. Nee. Zeer moeilijk toch? People don't really care. Ja, eerst een... het moet eerst een hype zijn voordat mensen echt naar je dingen gaan kijken. Inderdaad. Zo ja, hè. We gonna get some food. Something about the way that you talk to me, even when you're not around, I feel you, boy.